onkruid moet je weghalen, toch? Nou, als je echt van de natuur houdt, kun je de meeste van die plantjes veel beter gewoon laten staan. Hoe dat zit, leg ik je hier uit in de werkplaats. Om maar meteen met het grootste misverstand te beginnen, er zijn geen goede of slechte planten. Iedere plant kan in theorie of een onkruid zijn of heel erg gewenst. Het hangt helemaal af van de situatie. Neem dit appelboompje bijvoorbeeld. Stel dat die in een boomgaard staat, dan is het natuurlijk geen onkruid. Maar staat die appelboom midden in het voetbalveld, dan natuurlijk wel. En je wil hem ook niet in je rozentuin hebben. Omgekeerd wil je die rozen hier wel hebben, maar niet in je appelboomgaard. En al helemaal niet op het voetbalveld. En het gras hoort daar natuurlijk wel, maar wil je niet in je rozentuin hebben. Een plant is dus pas onkruid als wij mensen vinden dat die onkruid is. We hebben bijvoorbeeld liever planten met mooie grote bloemen. Maar onkruid heeft vaak ook bloemen. En op weg naar de studio heb ik net een mooi plantje meegenomen. Dit is hopklaver. Sommige mensen zouden dit liever onkruid noemen, maar ik noem het een stoepplantje. Als je goed inzoomt, dan zie je dat op zo'n onopvallend plantje wel degelijk bloemen en knoppen zitten. Eigenlijk zou je ook hartstikke blij moeten zijn met de planten die willen groeien bij jou. Wilde planten hebben namelijk een hele waslijst aan goede eigenschappen, of je het nou onkruid noemt of niet. Om te beginnen worden mensen blij van groen. Psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat mensen in een groene omgeving minder stress hebben. Een groene omgeving stimuleert je ook om naar buiten te gaan en werkt bijvoorbeeld als ontmoetingsplek. Bijvoorbeeld om samen te gaan sporten, wat weer goed is voor je fysieke gezondheid. En planten verminderen fijnstof in de lucht. Ze vangen fijnstof op, bijvoorbeeld met kleine haartjes op hun bladeren. Net zoals het stof wat aan dit schoonmaakdoekje blijft hangen. Planten zorgen er ook voor dat de grond niet uitdroogt. En bovendien zorgen ze voor verkoeling. Dat komt doordat planten, net als wij, kunnen zweten. Het vocht dat ze met hun wortels uit de grond halen, verdampt via hun bladeren. Hierdoor kan op een zonnige dag het gras meer dan 10 graden koeler zijn dan stoeptegels of asfalt. Maar waar onkruid, of zoals ik zeg, wilde planten, echt bijzonder goed voor zijn, dat is de biodiversiteit. In onze dorpen en steden groeien namelijk meer dan 1300 wilde plantensoorten. En dat is wel 2/3 van alle plantensoorten in ons land. En al die planten hebben miljoenen relaties met dieren en met andere planten. Denk bijvoorbeeld aan spinnen. Die weven tussen andere planten hun web. En daarin vangen ze muggen en andere insecten. Of kijk naar paardenbloemen. Die zijn heel populair bij bijen. Meer dan 200 verschillende soorten wilde bijen komen daar hun nectar halen. En ook konijnen zijn er dol op. Soms hebben planten en insecten echt een hele hechte relatie. Deze vlinder bijvoorbeeld, de dagbouwoog, die kan niet zonder brandnetels. Op die brandnetels legt hij zijn eitjes, waar eerst rupsen uitkomen die daarna vlinders worden. En die vlinders zijn super belangrijk voor het ecosysteem. Ze zorgen voor de bestuiving van allerlei planten, waardoor er zaadjes ontstaan en steeds weer nieuwe planten kunnen groeien. En zulke relaties binnen een ecosysteem vind je niet alleen boven de grond, maar ook onder de grond. Stel dat dit een grasveld is, dan groeit daar natuurlijk gras, met wortels die de grond ingaan. Tussen dat gras groeit soms ook een ander plantje, klaver bijvoorbeeld. Veel mensen vinden dat onkruid, maar aan de wortels van klaver groeien knolletjes. En in die knolletjes leven bacteriën. Die zetten stikstof om uit de lucht in ammoniak. En dat is weer het hoofdbestanddeel van mest. Niet alleen bemest de klaver zo zichzelf, maar bacterie- en schimmelnetwerken onder de grond verspreiden die ammoniak ook verder in de bodem. Daardoor bemest de klaver vanzelf ook het hele grasveld. Toch kun je sommige planten wel echt onkruid noemen. En dan gaat het om invasieve exoten. Planten die niet uit ons ecosysteem komen en die ons ecosysteem en zelfs onze economie echt kunnen beschadigen. Bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop. In Japan wordt die in toom gehouden door de Japanse bladvlauw. Maar hier in Europa heeft de Japanse duizendknoop geen natuurlijke vijanden. En als je die in je tuin hebt, dan groeit die mede daarom zo snel dat die andere planten helemaal wegdrukt. Als je niks doet, dan neemt die je hele tuin over. Maar voor de meeste soorten planten hoef je niet bang te zijn. Nederlandse of inheemse planten zijn wel beter voor de natuur. Zie je zulke wilde plantjes in je tuin? Haal ze dan niet allemaal weg, maar laat bijvoorbeeld de helft staan. Daarmee help je ons ecosysteem sterker maken. Hard nodig, want ons ecosysteem is kwetsbaar. We hebben steeds minder insecten en groen in Nederland, terwijl we daar wel afhankelijk van zijn voor ons drinkwater en voedsel. Daarom is het tijd om onkruid niet te bestrijden, maar te omarmen. Polarisatie in Nederland neemt toe.
Nederlanders staan lijnrecht tegenover elkaar. Toch? Ik ben Namtje, sociaal psycholoog, en in de volgende aflevering vertel ik waarom dat niet helemaal waar is.